In Via Cultura Weekend Magazine praten we deze week over het Wervenpark, de groene long van Stadswerven. Presentatie en gespreksleiding Gert-Jan Kleinpaste. We beginnen met een plan voor een nieuw park, het Wervenpark, wat eigenlijk de groene long moet gaan vormen voor de nieuwe wijk Stadswerven die al volop vorm krijgt. Kitty Westgeest, jij gaat over dat Wervenpark. Ben je ook verder betrokken bij de ontwikkeling van die hele wijk of specifiek het park? Nee, ik ben ook betrokken bij de wijk. Ik doe het bouw- en woonrijp maken van Stadswerven Noord. Dus ik zorg ervoor dat de grond gesaneerd wordt en klaargemaakt wordt voor de bouw. En nadat er gebouwd is, dan zorg ik ervoor dat de openbare ruimte wordt ingericht. Oké, dat bouwrijp maken ligt al enige tijd achter ons. Er zijn al aardig wat gebouwen verrezen, er wordt nog volop gebouwd. Wat is het bijzondere aan deze nieuwe wijk in Dordrecht? Het is eigenlijk een stukje verlengde van de binnenstad. Mensen kunnen straks heel snel over het water heen, over de nieuwe Prins Kruisbrug naar de stad. En staan eigenlijk meteen in het centrum, dus alles is binnen handbereik. Mm. En het is natuurlijk een unieke plek. Aan de rivier, prachtig uitzicht. Ja. Dus ik denk dat daar wel een hoop mensen willen wonen. En aan die rivier had je vroeger scheepswerven. Dat maakt ook dat het park waar jij je ook mee bezighoudt, het Wervenpark komt te heten. Want het is echt de locatie waar vroeger een scheepshelling was en gebouwde schepen het water in gingen, geloof ik, hè? Ja, het is eigenlijk de oude scheepswerf van de Biesbos. En daar werden schepen gebouwd en te water gelaten en werd het dok drooggezet. Er zijn ook allemaal oude plaatjes van, zo'n prachtig gezicht, die oude historie. En we hebben geprobeerd om die historische waarde eigenlijk terug te brengen in het park. Dus een groot deel wordt ook in beslag genomen door die oude scheepshellingen. Die we dan wel weer bereikbaar willen maken voor het publiek. Ja. En anders moet je ze slopen. Ze zijn ontzettend oud al. Dus er moeten wel echt wel wat maatregelen gebeuren om ze ook veilig betreedbaar te maken. Ja. Maar het eindplaatje is dus echt dat je die historie weer gewoon echt kunt aanraken en kunt zien en kunt ervaren. Ja, je kan er straks ook op. Dus er moeten ook allemaal hekken aangebracht worden. Dus het is wel echt een operatie. Maar je kan er wel echt bovenaan staan en dan naar beneden kijken. En helemaal tot op de punt van de rivier inlopen. Bij wijze van spreken dat je echt volledig uitzicht hebt. En dan, je loopt eigenlijk door een stukje natuur daar naartoe. Omdat het getijde erin kan, krijg je ook een klein stukje biesbosnatuur in het klein. Ja, dus die combinatie is wel uniek. Ja, ik probeer mijn voorstelling te maken van hoe dat er dan uitkomt te zien. Wat voor een vegetatie, wat voor bomen, planten moet ik dan aan denken? Hoe gaat dat eruit zien? Nou, vooral op de waterlijn is het eigenlijk een natuurlijke ontwikkeling. Dus dan krijg je echt een beetje biesbosachtige natuur. Het is niet de bedoeling om daar echt verbossing van wilgen te krijgen, want dat krijg je natuurlijk snel daar zo. Dus we proberen dat wel redelijk kort te houden. Maar er mag wel wat ontstaan natuurlijk. En veel riet en dat soort beplanting. Hoort bij die biesbos natuur. Dat is echt over de overgang van water naar land. En hoe verder het land op, hoe cultuurlijker, zoals je dat zegt, hoe cultuurlijkere begroeiing je krijgt. Maar wel inheemse beplanting wordt er aangebracht. Ja, oké. En hoe groot wordt dat park ongeveer? Want ik heb wel eens gehoord van mensen die verhuizen naar Stadswerven, dat ze het allemaal nog een beetje stenig vinden. Nu komt er gelukkig toch een heel is het park. Het is wel, meestal drukken we dat uit in zoveel voetbalvelden groot. Maar, dat is het hele goeie. Moet eerlijk zeggen dat ik daar niet naar gekeken heb. Het is niet een supergroot park. Het is wel echt ingeklemd tussen de bebouwing. Dus ik denk dat het ook wel intensief gebruikt gaat worden. Dat is ook de uitdaging om het toch natuurlijk eruit te laten, een cultuurlijke natuurlijke uitstraling te geven en toch een vrij intensief gebruikt park zal worden. Maar het is in verhouding tot echt een park is het wel relatief klein. Ja, en komt er ook iets in dat park terecht? Een kiosk of iets waar mensen koffie? Nee, gewoon. Nee, het is. Ja, het wordt gedeeltelijk ecologisch beheerd ook, om die natuur daar zijn gang te laten gaan. Dus weinig strak gemaaide gazons. Mm-hmm.
Die komen er wel. Er zijn wel plekken waar je gewoon wat kan zitten. Ja. En we willen daar een trapveldje maken voor kinderen. En er komt er wat paden doorheen. En voor de rest is het vooral ook op die hellingbanen waar je doorheen kan. Dus de grootte is wel beperkt. En dat trapveldje voor kinderen, dat is wel een open ruimte. Niet zo'n kruifkort met hekken eromheen. Nee, daar zitten we nu over na te denken. Wat voor vorm dat is. Hè. Wat we nu hebben gemaakt is eigenlijk een beeld van hoe het kan worden. Er is natuurlijk al heel veel dingen zijn al wel uitgewerkt, maar mensen kunnen. We hebben het nu neergezet op de website om te kijken wat de reacties zijn. En als er echt. Er wordt ook gevraagd op de website van als er nog opmerkingen of vragen zijn, kunnen ze altijd even contact opnemen. Ja. Zijn de inwoners meegenomen of betrokken in dat proces? Of? Bij dit ontwerp niet. Nee, dus dat is gewoon. Dat is er. Ja, het is ook omdat het een beperkte ruimte is, is er ook niet heel veel. Hè. Het gaat erom, het doel was ook echt om een getijdenpark te maken, een natuurlijke inrichting. En vooral dat je daar kan de natuur en de historie kan beleven. Dus er is geen plek voor een kiosk of een gebouw of dat soort zaken. Dat is niet de bedoeling. Oké, heel helder. En is er al iets te vertellen over de planning van de aanleg van dit park? Ik bedoel, wanneer kunnen we erin rondlopen? Ik verwacht pas in de zomer 2022. Oké, dus dat duurt nog even. Dat duurt nog even, ja. En waarschijnlijk zitten we dan hopelijk weer in de situatie dat je echt met elkaar in rond mag lopen. Ja. Ja, we gaan eigenlijk dit winterseizoen zullen we nog wat nodige maaiwerkzaamheden gaan doen. En ook zorgen dat de grote bebossing allemaal weg is. In de waterlijn, dus wilgetenen die echt te groot zijn daar zo, om die weg te halen. Omdat je wil daar geen bos hebben. Er moet nog gesaneerd worden. Dus er wordt nu nog onderzoek uitgevoerd wat er precies gebeurt, moet gaan gebeuren. Ja. En dan zullen we de komende periode daar ook. Het is niet meteen mee gesaneerd of mee ontwikkeld met. Nee, helaas. Dat zou. Dat had ik wel gehoopt toen ik eraan begon. Maar en er is op de waterlijn zelf is er wel gesaneerd. Dus wat daar staat, kan grotendeels ook blijven staan. Hè. We gaan alleen het grote opschot daar weghalen. Ja. Maar de sanering zit hem wel echt alleen op het landdeel. Dus, en dat komt omdat daar nog oude industriële vervuiling ligt. Ja, van vroeger van de scheepswerven. Ja, sta je nooit zo bij stil. Maar dat is natuurlijk echt, voordat je wat ziet op de grond, moet er heel veel gebeuren. Ja, dat is in stadswerven eigenlijk constant het geval. Er zitten heel veel obstakels in de ondergrond. En overal kom je wat tegen. En er zitten gewoon heel veel vervuilingen in van de scheepsindustrie van vroeger. Dus dat hoort dan bij het bouwrijp maken. Ja. Maar even, dat is nog niet helemaal klaar in stadswerven. Ja, dat begrijp ik. Nou ja, zomer 2022, het is iets om naar uit te kijken. Ja, zeker. Heel mooi dat er in ieder geval zo'n groene zone ontstaat in deze wijk. Bedankt voor deze toelichting. Graag gedaan. En wellicht tot ziens. En als het park echt vorm krijgt. Is het wellicht leuk om deze uitzending er nog eens even over te praten met elkaar? Zeker, ja. We gaan ook wel vanaf maart gaan we wel starten met de eerste werkzaamheden. Dus er gaat wel al de komende tijd wat gebeuren. Ja. Dus dan begint er al wat zichtbaar te worden. Ja, de damwanden worden dan geslagen aan de zijkanten op het landdeel. Voor de rest hebben we een ontheffing nodig. Dus stapje voor stapje zullen er wel zaken gaan gebeuren. Zullen we ook informeren over via Facebook of via de krant of iets dergelijks. Oké, we gaan het allemaal volgen. Dankjewel voor je komst hier naartoe en tot ziens. Graag, dankjewel. Oké.